namen. Wessel Dumfries kennen we allemaal, hè? Groot geworden bij PSV. Speelt nu bij Inter. Ja. Maar had training voor jou? Heeft training voor jou? Is heel complimenteus. Laten we even naar Denzel Dumfries luisteren. Ja, het is voor mij eigenlijk het eerste op mijn lijstje wat ik aankruis als ik mezelf wil ontwikkelen. Merk ik verschil? Ja, enorm. Als je kijkt naar de stappen die ik gezet heb. Voor SBC was ik vooral stijf. Bewoog ik niet optimaal. Ja, Errol die zag dat. Errol die belde mij en zei dat ik stijf was. Zelf had ik het niet door. Dat is zo knap, want wat zie jij wat hij zelf in ieder geval niet zag? Nou, wat ik in hem zag, hij deed heel veel krachttraining en hij liep heel weinig. Kijk, voetballers houden niet van lopen. Sowieso niet. En ik zeg ook altijd, als je wil lopen, ik geef het voorbeeld. Als je gaat golven, wat doe je dan? Dan ga je naar een leraar toe, die leert je golven. Als je gaat tennissen, ga je een tennisleraar en die gaat je leren. Maar als je gaat lopen, dan gaan we op internet en dan gaan we een programma's opzoeken en dan gaan we rennen. Ja. Terwijl je eigenlijk moet leren hoe je dat moet lopen, ook dat moet je leren. Ja. Vroeger was het heel normaal dat je naar een club ging waar je dat kon leren. Maar nu doen we dat niet meer. Heel raar dat je dat zegt, juist over Denzel Dumfries. Want die kennen we juist als loper. Die man heeft een derde long, geloof ik. En die blijft maar gaan, van achter naar voren. Ja, omdat hij technisch kan lopen. Ja, omdat hij les heeft gehad van jou. Nou, niet van mij alleen. We hebben natuurlijk een team waarin verschillende mensen training geven. Ik geef ook een voorbeeld van een auto. Als een auto niet goed uitgelijnd is, gaan die banden slijten. Dan gaan de assen kapot. Geldt voor het menselijk lichaam ook. Ja, maar hij kan dus technisch lopen, zeg je. Het Nederlands elftal. Laten we dat even uit. Ja, niet iedereen afgaan hoor. Maar zijn daar dus spelers bij die niet technisch kunnen lopen? Zijn er heel veel. En kijk, het technische lopen moet je ook leren. Wat zie je vaak? Die jongens krijgen training van iemand die nooit uit het loperswereld komt. Het is meestal een inspanningsfysioloog of een fysio die daarvoor staat. Je moet echt training krijgen van een loper. Ik was afgelopen dinsdag nog in Manchester om met Cody Gakpo te trainen. Die nodigt mij uit. In Manchester? Ja, in Manchester. Hij woont in Manchester, speelt bij Liverpool. Oh, dat wist ik niet. Ja, daar woont hij. En, gaat elke dag lopend. Achteruit. Achteruit. Maar okay. Hoe lang duurt zo'n traject? Als je zo iemand helpt, hoe lang duurt het voordat ze dan echt goed verbeterd zijn? Nou, dat kan maanden. Duren. Dus je moet helemaal vanaf nul beginnen. Kijk, wat je vaak ziet als iemand met zijn armen heen en weer gaat van links naar rechts, dan werkt dat niet. Hoor. Ja, dan gaat het lichaam ook naar links en rechts. Als een auto zo gaat rijden van links naar rechts, dan komt hij ook niet van. Ja, maar wat je daarmee zegt is je ook nul beginnen, dus je moet veel dingen leren, maar ook heel veel dingen afleren. Precies. Maar is het zo dat zij daar dus voor meer voetballers bijvoorbeeld in de voetbalwereld, want ik las dat jij had gezegd van ze moeten daar 10 kilometer in die wedstrijd kunnen rennen, maar er is helemaal geen aandacht voor dat loopvermogen. Dat heb je net al uitgelegd. Ja. Maar besteden zij dan meer aandacht aan krachttraining in plaats van dat los zijn, lenig zijn? Precies. Wat je tegenwoordig vaak ziet, we hebben het alleen maar over je moet naar de gym. Ik zeg nee, je moet atletisch worden. Waarom atletisch? Omdat je steeds meer moet lopen. Er wordt steeds meer gekeken hoeveel meters je kan maken. Als iemand de hele dag in de gym zit, gaat hij niet harder lopen. Ik zeg ook, een voetballer vergelijk ik met een 200, 400, 800 meter loper binnen de atletiek. Je moet heel goed kunnen lopen. Ja. En dan moet je leren. En als daar te veel krachttraining aan te pas komt, ga je niet kunnen lopen. Je was dus bij Cody Gakpo vorige week. Ja. Nee, deze week. Deze week, afgelopen week inderdaad. Wat heb je hem dan nog bij kunnen brengen deze week? Want het gaat hartstikke goed met hem. Ik denk, die man is zo langzamerhand uitgeleerd. Nee dus. Nee, Cody is 24 en Cody wil gewoon nog beter worden. Hij wil gewoon, maar ook bij Liverpool wil hij nog beter gaan doen. En dan weet hij, in Engeland moet je ontzettend veel lopen. Je moet tackles kunnen ontwijken, dat leer ik hem ook. Hè. Als hij met zijn voet op de grond komt, moeten zijn contacttijden zo kort mogelijk zijn. Als je op je hak terechtkomt, dan heb je kans dat je een trap krijgt. Is het daarom ook dat veel Nederlandse spelers niet slagen in Engeland? Vind ik ook, ze zijn niet fit. En fit zijn betekent gewoon dat je heel veel meters moet maken. Dus in Engeland lopen ze beter dan in Nederland? Nou, dat zeg ik niet, dat ze beter lopen. Alleen er wordt daar harder getraind. Er wordt daar veel meer getraind. Frenkie de Jong is een voorbeeld van iemand die wel heel... Ja, Frenkie is echt een... lenig is, hè? Ja, echt een atleet. Als je over een atleet praat, Nederlands elftal, zeg ik Frenkie de Jong. Waarom hij wel dan? Nou, kijk, heb jij hem getraind? Nee. Kijk, je hebt een aantal jongens die dingen van nature mee hebben. Dat is hetzelfde als met Johan Cruijff toen de tijd. Als je naar zijn beweging... Dat was niet te pakken. Precies, die kon tackles ontwijken.
Maar anderen, die moeten dat gaan leren. En je kan het leren. Iedereen kan tot 35% sneller worden. Alleen je moet er wel op gaan trainen. Marcel, heb jij dat van nature of kun jij nog dingen wendbaarheid. Leren? Nou, om te beginnen heb ik ooit de halve marathon gelopen. Dat wil ik nog even zeggen hier. Maar ik concentreer me even op anderen. Maar ik heb zelf al wensdromen over hoe dat allemaal beter zou kunnen. Heb je ook wensdromen als het hier om gaat, Roos? Niet met lopen, maar fietsen wel. Ja. Gaat de wereld voor je open, hè? Ja, nee, ik ken dit wel. Want ik train met een personal trainer. Die heeft veel atletiek gelopen. En die kan echt uren praten over hoe je goed moet lopen en hoe voetballers dat moeten doen. Kan ik ook erg met hem doen. Maar ik ben er zelf niet zo heel erg gek op. Maar het is ook zo dat wij ons lichaam eigenlijk gewoon heel slecht kennen. In deze technische tijd heb ik wel eens het idee. Wat bedoel je daar precies? Nou, je gebruikt het als een soort van werktuig. Maar hoe het nou eigenlijk werkt, dat weten we eigenlijk helemaal niet. Ook omdat er op school ook steeds minder gymnastiek wordt gegeven. Nou, ja, ik hoop op bijval van de deskundigen hier. Nou, Marcel, ik denk meer dat we ons lichaam misbruiken. We gaan er slecht mee om. We stoppen er alles in. Ja. En wat we ook vaak doen, is de gymnastiek de schuld geven. Ik kom uit Suriname. Ik ben er tot mijn 11e gebleven. Daar hadden we geen gymnastiek op school. We waren de hele dag buiten. Toen ik in Nederland ook toen ik jong was ook hoor. Wat gebeurt er? We kunnen niet meer bewegen. Je ziet aan de kinderen, dat is gewoon een drama. We hebben kinderen bij ons op SPC Rijnmond, die wegen 8 jaar, schrik niet, die wegen 88 kilo. Nee, 8 jaar? Ja. 8 jaar, nee, 88. Dat kan niet. Dan ben je 13 jaar, 125 kilo. Ah, jongens. Bij ons vroeger op school waren er geen dikke kinderen. En als ik nu wel eens in het zwembad ben, dan zie je de helft van de klas heeft overgewicht. Maar Errol, wat gaat hier allemaal mis? Nou, de voeding. Ja, de voeding en niet bewegen. We bewegen niet. Ze zitten de hele dag achter de PlayStation. Ze spelen. En we hebben een mevrouw bij ons, BMI, schrik niet, 83. Een BMI van 83? BMI 83. Ja, daar zit je wel fors in de plus. Maar de vraag is, hoe beweeg je die mensen naar meer bewegen? Nou, kijk, wat je ook vaak ziet, hè, ik zie vaak op tv, zie ik programma's, obese. En dan moeten ze zich te pletten rennen en dan moeten ze van alles en dan wat sjouwen. Want we moeten binnen een paar maanden moeten ze afvallen. Die mensen hebben er jaren over gedaan om zwaar te worden. Waarom moeten we dat nou in een paar maanden of een paar jaar die mensen naar 100 kilo minder brengen? Dat heeft geen zin. Nee. Doe dat nou geleidelijk. Spreek met ze af van luister, we gaan per maand of per half jaar gaan we wat afvallen. Dan heb je een lijn. Glenn, jij bent Amerikaanse Nederlander. Je kent dus Amerika heel erg goed. Nou, als je het hebt over overgewicht, welkom in de States. Yes, helaas wel. Ja. Ik bedoel, het is nu boven gemiddeld. En ja, het wordt vaak aan de welvaart gelegd. En Amerika heeft natuurlijk al het nadeel als je het vergelijkt met Nederland. Niemand fietst daar in vergelijking. Mm. Ja, dus, of lopen. Het is vooral transport per voertuig. Dus dat zie je ook al in jonge kinderen. Aan de andere kant zijn ze heel fanatiek over sport. Wordt het veel natuurlijk ook al op school nagejaagd. Maar wat ik me afvraag, Errol, ben je binnenkort even beroemd als Guardiola of andere grote coaches? Nee, maar als je kijkt naar een paar van de grote sterren in het voetbal. Ik denk even aan een Ronaldo. Als jij naar dit soort mensen kijkt, is daar dan nog een hele wereld te winnen? Nou, kijk, iemand als Ronaldo heeft er alles uitgehaald. Want als je Messi ten op naast Ronaldo zet, heeft Ronaldo natuurlijk veel minder kwaliteiten dan Messi. Maar Ronaldo heeft er gewoon hard voor gewerkt. Hard gewerkt. Ja. Topatleet, hè? Ja, ja. Topatleet. Top. Maar als je kijkt hoe hoog die man kan springen, dat is niet normaal. Klopt. Maar die heeft erop getraind. Ja, dat is toch training? Of is dat ook wel talent, toch? Talent. Tuurlijk moet je wat mee hebben. Ja. Maar kijk, ik kan. Het is leuk wat Marcel doet, maar ik zou het niet kunnen. Nee. Wij zo spreken. Nee. Maar alles is een combinatie. Dat is ook duidelijk omgekeerd. Want